Een taak die ook wel eens op wordt genomen door de nummer 6, Andreas. En hij mag gaan beginnen. Savant, een speler van Kan. En opslag wordt gelijk teruggehaald door de Brazilianen. De aanval wordt afgemaakt via Negrao. Marcelo Telles Negrao. Van service nu Lima. Jean-Martin. En de bal is uit. En zo is het dan 1-0 voor Brazilië. In de eerste set. In het net. En zo krijgen de Fransen de opslag weer terug. Niet altijd goed serveerd van Lima. Helemaal rechts de spelverdeler van Frankrijk, de nummer 13, Jean-Martin. Al blijft in het spel, Jean-Martin, achterwaarts. En de Brazilianen, kort gegeven. En voor de tweede keer goed geblokt door de Fransen. En nu. En de bal heeft het blok geraakt. 1-0 weer voor Brazilië. De nummer 5, Eric Bouffier. 31 jaar alweer. En dit is de rug van Carvalho. Janelson Carvalho, strong service. Goed verdedigd. Jean-Martin. En de Fransen hebben de opslag weer terug. 0-1. Frankrijk is goed elftal, mid jaren 80. En ook bij de Olympische Spelen van 88 kwamen ze nog goed naar voren. Een vierde plaats werd toen behaald. In het achterveld en verdedigd door Carvalho. En nogmaals Carvalho die het afmaakt. Hele mooie aanval. Carvalho verdedigt de nummer 7. En krijgt gelijk die bal terug van de spelverdeler. Nogmaals. En ook schitterend afgemaakt. De Brazilianen serveren. Jean-Martin kort gegeven. En die bal is in. Kort gegeven op Eric Bouffier. 2-0 voor Brazilië. En dit is Gouveia. De bal is duidelijk te lang. 0-2. De laatste Olympische Spelen deed Frankrijk het toch al goed. 84 een tweede plaats. En 88 een vierde plaats. Een schitterende aanval. Krijgt Frankrijk de bal nog over het net. Dat lukt ze. Lima. En terug in de bal. 1-2. Afgemaakt door Rivo Andrea Mamoni. Brazilië. En die bal is niet te verdedigen voor Eric Bouffier. 2-1 weer de stand. Opslag Negrao. Sprong service. In het net. En dan Frankrijk weer. Nog altijd in stand van 1-2. Negrao en Gouveia. Nummer 9, Gouveia. Opslag Olivier Rotaar. Kort gegeven. En de bal is uit. ...2-2, gelijke stand. En nog altijd in de eerste set. Gavio. Helemaal naar links. Makkelijk binnengehaald. 2-2, Brazilië serveert. Gavio met de opslag. Verdedigd door Andrea Mamoni. En het is 3-2 voor Brazilië. Nog steeds Giovane Gavio. Zo'n moeilijke bal. Rossa verdedigt Jean-Martin naar links. Die bal is wel of niet goed. De bal is duidelijk niet goed aan de reactie te zien. De smash van Andrea Mamoni. Raakt niet het blok. De bal ging uiteindelijk uit. 4-2 Brazilië. Dag Gavio. Hier gericht op Rossaar. Naar buiten toe. Makkelijk binnengeslagen door Christophe Menot. 2-4.
Deze man zoekt de bal binnen. Christophe Menno. 2-4, opslag Eric Bouffier. Speler van Friuspar. Verdedigd door Lima. En de Fransen. Veerblok gaat die bal uit. 4-3. In het voordeel van Brazilië. En de Fransen mogen serveren. In 15 Philippe Salvan. En de 14 Rivo Andrea Mamouni. Moeilijke bal, floater. Gaat heen en weer in de lucht. En nog verdedigd door de Fransen. Maar daar kan men weinig mee doen. 4-3. Brazilië serveert. Via het net. Silva. Uitbalans. Achterwaarts. Via het blok in. De smes van Christophe Menno. En Brazilië heeft een voorsprong van 2 punten in de eerste set. De stand is 5-3. Brazilië en Frankrijk. Brazilië gaat aan de leiding met 10-8. En zij mogen aan gaan serveren. We zien Chambertin, de spelverdeler van Frankrijk, nu aan de bal. Hij plaatst de bal naar links toe. En die bal die komt niet goed terecht. En zo is het alweer 11-8 voor Brazilië. Opslag Lima. En de bal is uit. 8-11. David Roman, speler van Arago Sete, serveert voor Frankrijk, maar nu de Braziliaan. Veerblok gaat de bal uit. En Brazilië heeft de bal terug. 11-8. En nog steeds die nummer 7, Carvalho. Ja, Nelson Carvalho. Hij serveert. Sprongservice. Heel diep. Chambertin. Bal is iets te lang. Nogmaals Chambertin. Veerblok. Is de bal uit. 8-11 weer. Hoog sprongen door Rossaar. Vierblok komt die bal buiten de lijnen. Opslag Laurent Chambertin. Speler van AS Kan. Lima, kort gegeven. En heel snel afgemaakt. 11-8 weer. En dan weer Antonio Gouavea. Chambertin. Door het midden. Tegen het net. Heel handig doorgetikt. Maar de Fransen houden de bal in het spel. En behalen zelfs de opslag. Afgemaakt door Olivier Rossard. Het blijft 8-11. Nog geen met wat geluk via het net. Carvalho komt niet meer bij de bal. Carvalho verdedigt. Doet altijd best. En het is 9-11. Opslag. Christophe Menu, sterke aanvaller in het Franse team. Lima naar achteren toe. Eenmaals blok, makkelijk gepasseerd, maar ook goed verdedigd. Het werd geraakt door een van de Brazilianen. 10-11. Frankrijk serveert. Opgevangen Carvalho. Lima kort gegeven en afgemaakt. 11-10. Grau, 19-jarig speler, sprongservice in het net, 10-11 weer voor Frankrijk. En de bal is uit, 11-10 weer voor Brazilië. Chambertin naar achteren en de bal is uit. 12-10. Voor Brazilië. De ploeg die dus de Olympische Spelen zo goed deed. 84-2, 88-4. En deze keer is het wel goed voor Frankrijk. Opslag terug en niet zoals ik appassieflijk meldde. Frankrijk tweede en vierde. Achterwaarts gespeeld. Kort op Olivier Rossard. 10-12 de stand. Opslag zal worden genomen door Eric Bouffier. Opgevangen Gavio. Vierde blok is die bal uit. Twaalf tien.
Paolo André Silva met opslag. Giammattin naar links. En die is goed. 10-12. Giammattin helemaal naar buiten. En daar komt dan aan David Roeman. En staat de bal langs de blok. Frankrijk. Veel te hard. Chamartin, was 25 jaar, maar een hele goede spelverdeler. En Lima serveert. Verdedigd door Roman, Chamartin. En het blok, weer door het blok heen geslagen. En weer door David Roman. 1,93 meter, deze aanvaller van Araco zetten. En hij mag gaan serveren voor Frankrijk. Veerblok dwijnt de bal buiten de lijn. Frankrijk heeft de opslag weer terug. En de opslag zal worden genomen door Giammattin. Veerblok komt de bal terug. Niet meer te halen. En de Fransen maken een goede fase door. Lima zet op. Kort gegeven. En nogmaals Giammattin. Lima. Giammattin naar rechts. En via het blok komt de bal terecht aan Braziliaanse zijde. 12-12 de stand. En de Brazilianen halen die opslag gelijk weer terug. Het blijft dus 12-12. Een opslag zal worden genomen door Antonio Gouveia. Giammattin helemaal naar links. Vierde blok. Gaat die bal uit. 13-12 voor Brazilië. Het hoofd wordt nog geraakt van Menno. En we krijgen een time-out aangevraagd door de Fransen. En we gaan gelijk weer verder. 13-12 voor Brazilië. Opgevangen Roman. Giammattin kort gegeven. De Braziliaan houden de bal in het spel. Roman, Giammattin en dan links. Menno, vier blok uit, 12-13. Eric Bouvier leidt de verdediging af. En dan vier blok, de smash van Christophe Menno. En die bal gaat toch naar de Fransen en dat betekent 13-13. Opslag terug naar Brazilië. Nog altijd die stand van 13-13. Opgevangen door Roman naar links. En niet goed geslagen, te hard door Philippe Salvin. 14-13 Brazilië. Vierde blok uit. 13-14. Olivier Rosar, ook speler van de Vredesvar. De bal gaat vier blok uit. Brazilië mag weer gaan serveren. 14-13. Een lange set. Frankrijk houdt het goed vol. Opslag zal worden genomen door de Gavio. We krijgen een wissel aan de kant van Brazilië. Douglas Chiarotti komt erin. Giovanni Gavio zal gaan serveren. Opgevangen door Roban. Giammattin achterwaarts. De verdediging van Frankrijk uit, of van Brazilië uitgespeeld. 13-14 is weer de stand. Spelverdeler Maurizio Lima. Frankrijk
heeft opslag via Eric Bouvier. Lima, kort gegeven en heel snel afgemaakt. Het is weer 14-13. En weer een wissel aan de kant van Brazilië. Tomo Curto Oliveira komt erin. Gaat gelijk serveren. Op Roman, Jean-Martin, kort. En zo is het weer 13-14. Nogmaals, Jean-Martin, gelijk komt hij eraan. De nummer 15, Philippe Salvin. Heel goed afgemaakt. 13-14, Frankrijk serveert via Philippe Salvin. Slecht verdedigd, maar nog steeds Brazilië. Komt die bal eroverheen? Niet al te moeilijk. Jean-Martin, kort weer. En een goede fase voor de Fransen, 14-14. En nog steeds, Philippe Salvin, speler van AS Kant. Lima, achterwaarts naar de Negrago. En de bal is niet meer te halen voor Olivier Rossard. En er worden wat zweetvlekken weggewerkt door Philippe Salvin. Nogmaals de aanval achterwaarts op Marcelo Teles Negrao. 14-14, een wissel aan de kant van Frankrijk. Luc Parquet komt erin. Hij vervangt Eric Bouvier. Roman, Jean-Martin en Roman. En zo is het nog steeds 14-14. Opslag nu naar de kant van Frankrijk. En daar gaat Roman meldt zich voor opslag. Wissel nu ook aan de kant van Brazilië. Ja, Nelson Carvalho komt er weer in. Maar eerst nog David Roman. 22-jarige speler van Argentinië met de opslag. Lima. Hinderen van de Fransen, dat mag natuurlijk niet. Het mag wel over het net komen, maar de tegenstander niet hinderen. 14-14 en Carvalho serveert. Jean-Martin. Nogmaals. Voorbij het blok. Net geraakt door Rossard. Jean-Martin. En de bal dus naar Brazilië en in het veld. Eric Bouvier weer, 15-14 de stand. Sprongservice. Bouvier verdedigt, Jean-Martin naar links. En er staat een hele sterke aanvaller, Olivier Rossard. Giovanni Gavio komt er niet meer bij. De bal komt recht aan eigen zijde. 14-15. Jean-Martin serveert. Laurent Jean-Martin. Opgevangen Carvalho. Carvalho nogmaals. Oh, door de slag. 15-15. Beetje wild geslagen. Frankrijk weer op gelijke hoogte. Lima, wat doet hij helemaal naar links? En Brazilië haalt de opslag terug. Paulo André Silva komt er weer in. Gelijke stand tussen Brazilië en Frankrijk. 15. Een opslag voor Antonio Buevia. Gevangen Rossard. En Menno houdt de stand op 15-15. Opslag Menno. Goed teruggehaald. En niet meer de verdediger was Jean-Martin. Nog steeds die stand van 15-15 in de eerste set. Brazilië mag nu gaan serveren. Jean-Martin weer naar links. Weer naar die nummer 10. En dit mag staat hij weer goed. En het blijft 15-15. Olivier Rossanu. Lima. De Fransen verliezen de opslag. Brazilië weer.
En nog steeds die stand van 15-15. Giovanni Gavio meldt zich. Hij speelt in Italië bij Petrazza. Jean-Peter achterwaarts. Veerblok aan eigen zijde. En wie gaat dit een keer doorbreken? Nog steeds 15-15. De Fransen mogen serveren. Via Eric Bouvier. Lima, wat doet hij achterwaarts? Wordt verdedigd door de Fransen. En wat is er gebeurd? Net aangeraakt door een van de Brazilianen. En eindelijk is dan die impasse doorbroken. 16-15 voor Frankrijk. Nog altijd de eerste set. Een gele kaart voor een van de Brazilianen. Wegens aanmerkingen op de leiding. En Marostiek is daar niet van gediend, de hoofdscheidsrechter. Achterwaarts. En opslag weer terug. 15-16. Paolo. Jean-Martin in één keer. Dan wordt verdedigd door Brazilië. En niet meer teruggehaald. In één keer in de was het Braziliaanse blok niet op ingesteld. Ze waren te laat. Setpoint voor Frankrijk. 16-15. En een hele goede blok van Jean-Martin bepaalt de eindstand in de eerste set 17-15. Set met 15 tegen 7. Dus in setstand is het nu 1 tegen 1. En opslag teruggehaald door Frankrijk. 16 is de stand. Frankrijk vorig jaar een heel slecht resultaat in de World League. En ook nu raken zij de opslag kwijt. Van hun 16 wedstrijden in de pool wonnen zij er maar 3 en verloren zij er 13. En tot nu toe hebben zij er nog geen 1 wedstrijd gewonnen. En dit gaat helemaal niet de wens. 11-6 voor Brazilië. Een opslag van Gavio. De derde set. Gelijke stand. Orléans ligt zo'n 150 kilometer zuidelijk van Parijs. En er wordt gespeeld op Andrea Mamoni. Dat is duidelijk uit. 12-6. Weer gespeeld op Rivo. Achterwaarts en teruggehaald door Christophe Meneu. De Fransen mogen weer gaan serveren. Door deze nummer 6. Een eenmans blok. En dat is makkelijk gepasseerd. Het blok van Alexandre Samuel. Sprongservice. Gavio, Lima, Negrao, Jean-Martin, kort. Tweemans blok en vierde blok komt de bal op Braziliaanse kant terecht. De stand is 7-12. Jean-Martin door het midden op zoek naar Christophe Meneu. En de stand is 7-12. Nogmaals de Fransen. Lima achterwaarts. Achter de blok getikt, maar lukt net niet. Jean-Martin. En er is al gefloten. 12-7 voor Brazilië. In het eerste jaar derde in de World League in 1990. Gele kaart naar een van de Fransen. De tweede gele kaart van de wedstrijd. En 12-7 de stand in deze derde set. Gérard Castan, coach van Frankrijk. Jean-Martin achterwaarts, makkelijk binnengespeeld. Christophe Meneu. De variatie is goed aan Franse zijde. 7-12. Philippe Sanvin. Slechte opslag. Brazilië weer. 5 punten voorsprong in deze derde set. 12-7. Opgevangen door Rossard.
En die bal wordt ingegeven. De smash van Andrea Mamouni. Die ook gaat serveren. En die bal is uit. En nog steeds 12-7. Mamouni spelen van Montpellier. Chamberte helemaal naar links. Vierde blok is die bal uit. Olivier Rosard. En nog steeds de stand van 7-12. Klima achterwaarts. Snel doorgetikt. Twee keer goed verdedigd door Alexander Samuel. En nogmaals Samuel. Chamberte. Tweemansblok en dat staat goed opgesteld van de Frans, van de Brazilianen. Hoog gesprongen van Luc Baquet, maar niet hoog genoeg. 12-7. En die bal is uit. 7-12. En dan nu Christophe Menu. Gevangen Gavio, Lima, helemaal naar links. Schitterend afgemaakt. Dat is nummer 3. Giovanni Gavio speelt in Italië. Jonge speler, pas 21 jaar. 12-7 voor Brazilië. Opgevangen Andrea Mamouni. En geen van beide ploegen. Kan eigenlijk een punt maken. En al de hele tijd service terug. En nog steeds die stand van 7-12. Slecht aangegeven. En de bal is aangeraakt door de Braziliaan. En dan nu dus de stand van 12-8. Altijd voor de Brazilië. Opslag Frankrijk. Chamberte naar links. Frankrijk komt langzaam maar zeker dichterbij. Tussen het blok door van Silva en Ribeiro. En de bal is goed. 12-10. Frankrijk serveert. 2 punten achterstand. Dat waren er 5. Lima achterwaarts. Blok staat goed opgesteld, maar door het blok 1 van Andrea Mamouni. 12-10. De 19-jarige Negrao. Chambertin. Niet verstand aan Franse zijde. En nu Brazilië. Midden door. En makkelijk ingeslagen door Giovanni Gavio. 13-10. Chamberthin houdt de bal nog binnen. En slecht afgemaakt door Christophe Menu. Maar was natuurlijk weinig mee te doen. Niet al te best verdedigd. Olivier Rossa. 14-10. Dat betekent setpoint Brazilië. Douglas Tiarotti, de nummer 8. Chamberthin, kort gespeeld. En afgemaakt door Luc Marquet. De Fransen geven niet zomaar op. 10-14. Luc Marquet, ook een jonge speler nog, 22 jaar. En aan de Braziliaanse kant komt erin Talmo Curto Oliveira. En de stand is 10-14 voor Brazilië. Via het blok uit. 14-10. Tweede maal setpoint Brazilië. Erik Wolfer komt erin voor Philippe Salvin. Wolfer speler van Bordeaux.
Saint-Martin kan die bal nog over het net werken. En dan nu Brazilië. En dan is het afgelopen. Brazilië wint de derde set. We zijn in de vierde set tussen Brazilië en Frankrijk. De stand is 2-1 voor Brazilië. De stand is 4-8. Frankrijk gaat serveren. En dat doen ze goed. En zo is de stand dan 5-8. Op de lange Gavio, Lima achterwaarts. Over het blok heen getikt. Chamartin kort gespeeld. En ook snel afgemaakt door Christophe Meuneux. En de stand is 6-8. De klok is net te laat. Goed verdedigd door Frankrijk. En minder goed aan de Braziliaanse kant. En zo loopt Frankrijk in rap tempo in. 4-8 en dan nu 7-8. Ergernis bij Alexandre Samuel. Een slechte paas, moeilijk te verdelen voor de spelverdeler. Resultaat dus punt voor Frankrijk. En nu wordt opstart teruggehaald. 8-7 door Alexandre Samuel. 22 jaar, speler van Banespa. 8-7, Brazilië serveert. En dat doen ze niet al te best. 7-8. Chamartin voor Frankrijk. En de bal is uit. 8-7 weer voor Brazilië. Luis Arnaud Yasserin. Frankrijk mag weer gaan serveren. 7-8. Juliné Santos, de jonge speler aan de kant van Brazilië, 21 jaar. Helemaal naar links. Snelle aanval van Brazilië, 8-7. Het publiek wordt weinig rust gegund. Het spel verloopt in een enorm hoog tempo. 8-7. Opgevangen Andrea Mamouni. En makkelijk is het punt gemaakt. 7-8. Ik kreeg dat de bal buiten de lijnen was. Arnaud Yasserin, speler van Bordeaux. Slecht verdedigd. Maar Gouveia houdt de bal in het spel. 8-7 weer voor Brazilië. Brazilië bij de laatste wereldkampioenschappen vieren. Rosa, Chamartin. En alweer 8-7. Chamartin, via het blok. Yasserin houdt die bal. Met wat mazzel binnen. Voorzichtig gespeeld. Brazilië. Brazilië loopt uit naar 9-7. Dat de stand lange tijd bleef te haken op die 8-7. Brazilië serveert. Chamartin kort gegeven. De bal komt terecht via Alexandre Samuel. Terecht aan de Braziliaanse kant. Komt niet terug. 7-9. Sprongservice Luc Parquet. 9-7 weer. Cloriné Santos. Opgevangen Rivo. Chamartin achterwaarts gespeeld. En ingeslagen door Luc Parquet. 7-9. Luc Parquet.
1,90 meter en 22 jaar. Frankrijk serveert. Javier. Goeie paser. Camartin houdt de bal binnen. En de bal is goed geblokt. En nog steeds een stand van 9-7 voor Brazilië. Strong service, Alessandro Samuel. En dat gaat weer mis. 7-9. Tweede maal al dat zijn opslag niet goed gaat. Jean-Martin, heel beheerst. Lima kort. Mooi punt. 9-7. Nummer 9, Antonio Gouveia. Speelt ook in Italië. Massicono. Weer terug in de selectie. Jean-Martin. Brazilië. Hoven links. Jean-Martin weer gauw mee. En afgemaakt door Christophe Benneu. Nog steeds die stand van 7-9. Nummer 10, Amaury Ribeiro. Faal rot aan de kant van Brazilië, 32 jaar. Jean-Martin, achterwaarts, eenmansblok. En de bal wordt uitgeslagen. Gele kaart voor Jean-Martin. 9-7 de stand. Brazilië serveert. Verkeerd blok uit. En de stand is weer 7-9. Oliveiros daar. En heel makkelijk haalt Brazilië. Topslag weer terug. 9-7 de stand. En die bal is uit. Schitterend afgemaakt weer door Gavio. Verdedigend laten de Fransen nog altijd wat ze tegenvallen. Aanvallend zijn ze sterk. Voornamelijk door hun spelverdediger Jean-Martin. Die spel goed selecteert. Veel variëteit aanbrengt. Het veerblok is deze bal uit. Frankrijk staat op 10-7. Of correctie natuurlijk. Brazilië staat op 10-7. Jean-Martin naar links. Bal blijft in. Rostar. En daar valt weinig tegen te doen. Geen blok aanwezig. 11-7 Brazilië. Amaury Ribeiro. Jean-Martin. Rossard. En nu Brazilië. Lima in één keer eroverheen. Jean-Martin. En Beno. Slaat de bal uit. En Brazilië nu op 12-7. 5 punten voorsprong in deze vierde set. En niet al te beste serve. 7-12. Claudine Santos, die nummer 11. Speler van Pirelli. Beetje verkeerd getimed. Bal te ver naar voren gegooid. Brazilië weer met 12-7. Rustig eroverheen door Rossard. En heel makkelijk afgemaakt. 13-7 weer voor Brazilië. De opslag van Amaury
Interessant natuurlijk om te zien dat Saint-Martin naar het midden gaat. De spelverdeler, helemaal naar rechts zelfs. En de nummer 9 van Brazilië gaat helemaal naar rechts. Gouveia, 13-7 de stand. En Brazilië serveert. Via Maurizio Lima. Gevangen door Maria Mabouni. Saint-Martin. Keihard van Luc Martin. 7-13. En het is weer 13-7. Antonio Gouveia maakte het af. En er wordt niet zo gegeven. Vallend. Dat betekent de stand van 13-8 voor Frankrijk. Beetje verwarrend, werd gefloten. Maar nogmaals, Andrea Mamouni. Driemansblok en daar is geen doorkomen aan. Goed opgesteld van de Brazilianen. 13-9, Brazilië serveert. Krijg eerst nog een wissel. En een gele kaart. Een opslag is te vroeg genomen. Gele kaart voor Antonio Gouveia. Brazilië, 13-9. Chambertin. Chambertin één keer. Maar het blok staat op de juiste plaats. Goed blok van Giovanni Gavio. 14-9, dat betekent set en matchpoint voor Brazilië. Rossa. Saint-Martin, Rossa. Weer het blok uit. 9-14. Frankrijk geeft niet op. En Saint-Martin serveert. Slecht verdedigd door Amaury Ribeiro. 14-10. Nog steeds Saint-Martin. Setpoint en matchpoint weer voor Brazilië. 2-1 staat het in sets. In deze vierde set 14-10. Saint-Martin achterwaarts. Vierde blok uit. De Fransen blijven meedoen. 10-14. De bal blijft binnen. Riemansblok. En er langs geslagen. 14-10. Brazilië. Krijgt eerst nog een wissel. En wederom set de matchpoint voor Brazilië. Sterke verdediger erbij en een blokkeerder. Kan Brazilië het nu afmaken? Opgevangen Andrea Mamouni. Saint-Martin achterwaarts. Oh, wat een misverstand van de Franse kant. Olivier Rossard van kort hebben. Maar Saint-Martin gaf hem lang. Eindstand 15-10 in deze vierde set. Brazilië wint met 3-1. Ze verloren de eerste set met 17-15 en daarna wonnen ze driemaal op rij. 15-7, 15-10 en 15-10. En Frankrijk blijft nog steeds op geen enkele winstpartij staan. Korea heeft er al 4, maar zal het niet halen. Brazilië had die winstpartij nodig. Dat betekent dat zij op weg gaan naar de halve finales. In Italië was er al nog 2 wedstrijden voor elk land. En Korea kan duidelijk Brazilië niet meer inhalen. Volgende wedstrijd, Nederland tegen Cuba. Deze wedstrijd zenden we uit op 9 juli aanstaande op 11:30 's avonds. Eindstand van de wedstrijd die we net gezien hebben.